In Suribrasso, El Akin was present in Trastapolski. We hebben het groot geopend. Dus we waren met zo'n 50 man bij de opening. Met Baumbach, ambassadeur van Brazil toen. En het was een successtory. Want volgens mij hetzelfde jaar tekenen we ook een memorandum of understanding. Om een beetje te stimuleren dat meer mensen daar naartoe gaan en regionale integratie. En de eerste studenten die weggingen. Waren twee Maron studenten op een opleiding waar normaal alleen Braziliaanse, inheemse en Quilombolas Marons mochten gaan. En die twee meisjes hebben toen als Suribras geholpen dat ze door al hun toetsen kwamen. Want Brazilië is gratis onderwijs, maar is heel streng. En Lakin heeft toen die meisjes het haalden en twee jaar hun masters konden doen. Over sustainability, duurzaamheid voor inheemse en Maron volkeren. Heeft Winston direct gezegd, ik financier ze met een beurs. En voor het eerste jaar en het tweede jaar. En het geld kwam over de brug en die meisjes gingen weet je, naar Brazilië. Ze werden opgevangen door ons netwerk daar. En helaas, Lakin kwam niet terug na 2015 als minister Busa. Ja, en toen werd dus die studie niet verder gefinancierd. En toen heeft Suribras het opgevangen. Weet je, dat netwerk dat we hebben opgericht met Lakin. En zo heb ik Winston eigenlijk nog beter leren kennen. En die twee studenten zijn afgestudeerd. Ze zijn geweldig afgestudeerd. Ze waren het juweeltje van die opleiding. Alle mensen hingen om ze. Fischenka, Elisa en Genia. Corinne de Link. Dus ik moet zeggen, het was gewoon ongewoon. En we hebben dus ook Winston leren kennen als een heel amabele figuur. Open hart, open karakter, geen conflict. Eigenlijk was het een man, een echte diplomaat. Weet je, hij stond open voor dialoog, hij stond open voor alles. Amaro Mewara. Weet je, muzikaal, was altijd present, altijd klaar. Hij stond voor iedereen klaar. Dus ik moet zeggen, hij was als diplomaat een hele goede diplomaat. Hij was als mens verschrikkelijk open ook, iemand van dialoog. Hij koos nooit de weg van conflict. En in de derde plaats, hij was werkelijk een regionaal mens. Hij is een van de weinige ministers die met woord en daad regionalisatie stimuleerde. Weet je wat, een heleboel mensen hebben hun mond vol over regionaal integreren, maar er gebeurt niks. En ik kan het zeggen, want ik zit nu in een heleboel netwerken. Of het nu is Bahia, of de Universiteit van Brasilia, of Amapa. Maar Winston deed het in woord en daad. En ik moet zeggen, we verliezen in hem. Dus werkelijk een voorbeeldfiguur. Eén als mens. Twee als diplomaat. En drie als werkelijk iemand die met hart en ziel voorstander was. En in de praktijk het ook verzilverde, de regionale integratie. Hij heeft de woorden uit mijn mond genoemd, maar het is een man van woord en daad. Helemaal. Helemaal. Echt waar. Dank je. En yes. Schiet me plotseling iets te boven. Graag gedaan. Dank je. Waar is Jonne begonnen met muziek? Waar is Jonne begonnen met drummen? En ik heb gisteren in een interview gezegd. Regional Trustful, die weet er alles van. Trustje, kom even. Eenmaal zijn band daar is en iemand zo brutaal is geweest om Jonne's plek daar over te nemen. Wil jij de mensen vertellen hoe Jonne is begonnen met drummen? Meneer. Op. Want Jonne sabi fa Jonne konaden zijn. Maar laat me het vertellen. Toetje moet erbij zijn. Wali, hele reuten met uit. Jonne was volgens mij 10 jaar oud. 10, 11, zoiets. En ik ging vaker thuis bij tante Pinke. En een keer liet tante Pinke me roepen. Nee, daarvoor had ik Jonne stokken gegeven, omdat hij de hele dag aan het trimmen was. Heer de Amman binnen bezig. De hele dag. Tante Pinke, zijn moeder, vroeg advies van mijn man aan het nak zijn.
wat kan je doen? Dus op een gegeven moment heb ik Jonne, we hebben 3 drumstukken van Starlighter genomen. Naar Mijeng. Een dag daarna werd ik door tante Pienke geroepen. En tante Pienke zorgde me volgens mij Aladdin Team Patoefing. En Aladdin Team Patoefing ben deuk. Jonne ben zit den zo gevaarlijk. Van dat ik ben zitten door Remy Faso. En de hele dag ik ben naar Kazani. Dus tante Pienke zei tegen mij, tante Pienke zijn moeder. Fayu olas a probleem, zei kompot nam tapuja. Dus op een gegeven moment heb ik met een paar matties gezegd. Sabo doen aan Jonne, want voor olas a probleem is op. We hebben, hoe denk je, jonge mannen. Dat ook wel eens een botroblik. Want toen moest ik dat zijn botroblik toch? Chimblik, pigiblik, mooi pigiblik. Dat u bestudeer de drumset voor een band bent in Wageningen. Starlighter. Daar hebben we bestudeerd hoe, dat ding, hoe die dingen in elkaar zitten. Zo precies zo. En we hebben ze piece by piece bij elkaar gespijkerd. Daar bij tante Pienke thuis. Een paar jongens waren heel goed in bromfietsdingen. De man zoekt een zuigerstang om die dingen te laten veren. En dat hebben we aan Jonne gegeven. Dat hebben we aan Jonne gegeven als cadeau toen hij 10 jaar werd. Zodat hij die potten van tante Pienke met rust zou laten. We alle den patu bentjes duiken. Wel, ik heb begrepen, er was een weg naar de kleuterschool. En daar heeft hij samen met de 3 R's, de 3 R's waren Roy Romeo, Glenn Wiebers en noem maar op. En toen de man bij Awan Bende. Wel, de man pleit poko, de herde, Jonne pleit poko. En zo heeft hij het geleerd. Dat hij zelf door volwassen mensen werd gevraagd om te komen drummen. Het was een hypertalent. Het was een puur talent, Jonne. Ja? Dus als een man van 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar, 13 jaar, Jonne nak apok zo gevaarlijk. Ik was er niet meer, ik was in Holland. En ik hoorde van Jonne is zo geweldig geworden dat Jonne nou een band in Brazilië. Zo is Jonne de drummer geworden. Een puur talent. Hij is het nog steeds. Thank you.
Binnenkort eigenlijk ook beter kunnen omgaan met ons milieu. En niet hij en jij en ik alleen, maar elke Surinamer. Jij hebt gewerkt op zijn kantoor. Hoe heb jij hem ervaren als, als directe leidinggevende, maar ook zijn liefde die hij had voor ons milieu? Ik heb hem als heel prettig ervaren. En we hebben als medewerkers heel veel van hem mogen leren. Zeker als het ook gaat om dingen bekeken. We begonnen altijd eerst te kijken vanuit de basis, onze grondwet, vanuit ons ontwikkelingsplan, de wetgeving en dan gingen we naar de internationale verdragen. Dat is de manier waarop hij ons heeft leren kijken naar alles. En hij heeft zich echt ingezet voor het behoud van het milieu in Suriname. In het bijzonder ook die GFLD-traject dat is gestart, behoud van 93% bosbedekking in Suriname. En we hebben echt heel prettig met hem samengewerkt, veel geleerd. En ja, we hopen natuurlijk aan het werk dat we eigenlijk voort kunnen zetten waarmee hij is gestart. Milieubeleid, ik denk dat misschien velen het onderschatten, maar het milieu is heel breed. En is niet zo eenvoudig eigenlijk om verandering daarin te brengen. Nee, het is niet eenvoudig. Maar ik denk dat hij echt, toen ik pas daar kwam, waren er, ik denk, drie andere medewerkers. En hij heeft echt geprobeerd om echt een team te bouwen van mensen die zich specialiseren in al die verschillende deelgebieden van het milieu. Zodat we eigenlijk echt eigenlijk sterk kunnen maken, nationaal en ook internationaal. Als we naar de verschillende conferenties gingen, bereidde ons echt goed voor op wat we daar konden verwachten. En omgekeerd ook moesten we hem eigenlijk ook voeden met het technische, met het juridische. Zoals wanneer hij naar buiten ging, dat we echt als Suriname sterk naar buiten toe konden treden. Hij heeft zijn werk misschien nog niet af kunnen maken, maar hij heeft zeker hoogtepunten bereikt in die afgelopen jaren dat hij ons milieubeleid getrokken heeft. Wat zijn twee of drie van die hoogtepunten? Ik denk sowieso tijdens de COP in Bonn, waar hij namens de president van de Republiek Suriname een commitment heeft gedaan dat Suriname 93% bos wil behouden. Omdat we weten hoe belangrijk dat is als het vooral gaat om klimaatverandering. En hij heeft daar gezegd, met de steun van de internationale samenleving willen we al proberen om eigenlijk de nummer 1 positie te behouden van het meest met bos bedekte land. En verder heeft hij zich vorig jaar ook ingezet voor de IGFLD-conferentie. Dat is de conferentie voor alle landen die een hoge bosbedekking hebben en een lage uitstoot van broeikasgassen. Dus ja, dat zijn twee van die dingen die ik zo kan noemen. Waarvoor is hij echt ingezet. Ik kan ze echt hoogtepunten noemen. IGFLD-traject is een internationaal traject waarbij zoveel andere landen betrokken zijn. En ik denk dat Suriname echt trots mag zijn daarop. Vorig jaar was er een grote conferentie waar die aangepaste milieuwet centraal stond. Moet er nog veel gebeuren om daadwerkelijk die verandering teweeg te brengen? Ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren. Die wet lag er al van jaren terug. We hebben het een beetje opgedeeld samen met andere deskundigen. En die wet ligt nu bij de Nationale Assemblee. Waar
als initiatiefwet ingediend gaat worden. Maar na die wetgeving komt natuurlijk die enforcement, die awareness, dat alles moet nog opgestart worden. In feite heeft hij het werk al gedaan, die wet ligt al bij de assemblee, dus het voorwerk is al gedaan. In feite was hij wat dat betreft klaar met zijn werk. Maar je weet, hij bleef altijd een beetje eraan trekken, ook via de voorzitter van de assemblee, via de commissie Milieu, daar altijd even blijven trekken van hoe staat het, wanneer komt het op de agenda. Dus ik denk dat het toch, je moet door blijven lobbyen ervoor. Zouden wij als samenleving hem eigenlijk een eer bewijzen door misschien de eisen van hey, die wet is al daar, er is zo hard gewerkt aan die wet en... Vincent Lankin is er misschien niet meer, maar het werk wat hij heeft gedaan, het zou een hele grote eer naar hem toe zijn als hij wat ook wordt aangelopen. Ja, zeker. Maar ik denk dat die mensen daar, ik denk dat ze dat echt ook weten hoe belangrijk het is. En ik hoop echt dat het binnenkort op de agenda komt en dat het behandeld kan worden. Wat ga je het meest missen aan, voor jou was het meneer Lankin of was het ook Jana? Nee, aan het werk was het Ambalak. Ambalakin of was hij de WGL, ja, zijn initialen. Ik denk dat we meer gewend zijn om te zeggen WGL. Ik denk, los van de serieuze momenten, werkgesprekken, onze gezellige eigenlijk meer wanneer je eigenlijk informeel met alle collega's samen zit en over gewoon de algemene dingen praten. We konden altijd over van alles en nog wat praatje met hem maken. En ik denk ook eigenlijk zo'n brede kijk op zaken. En altijd vanuit het nationale, maar ook vanuit het internationale. Dat ga ik echt missen. Dank je. Ja, graag gedaan.
Limburg. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. We hebben vanavond gehad Winston Lakin, muzikant. We hebben gehad Winston Lakin, liefhebber van sport, diplomaat. We hebben gehad politicus. Maar waar we nog... Ja, we hebben wel een beetje gesproken over Winston Lakin als jongerenbegeleider binnen de NDP. We hebben nog niet gesproken over Winston Lakin, de NDP'er in hart en nieren. En ik denk dat jij een van de beste mensen bent waarmee ik daarover kan praten. Hoe heb je hem eigenlijk leren kennen? Nou, laat me... Ik heb eerder Megan gezegd. We zijn zo onafscheidelijk, ja, Megan. Frank, laat me natuurlijk ook goedenavond zeggen tegen de kijkers van dit prachtig medium. En... Alvast condoleren van deze plaats uit de hele gemeenschap, de kijkers van Dime met het verscheiden van Winston Jonne. Hoe ik heb ervaren, ik kan je zeggen, het is een natuurtalent geweest. Iemand die dus eigenlijk in staat is geweest om als bindmiddel te fungeren. Iemand die in staat is geweest om partijen bij elkaar te brengen. En ik heb dat. Ik zeg dat niet omdat ik anderen dat heb horen zeggen. Ik zeg het omdat ik het heb ervaren. Overal, elk huis heeft zijn kruis. En ook in onze partij hebben we een situatie gehad dat partijleden met elkaar op een gegeven moment niet door één deur konden. Limburg aan de ene kant en Ramon Abrahams, de huidige
of een der huidige ondervoorzitters aan de andere kant. Er was een enorme spanning. En om een lang verhaal kort te maken, heeft onder andere Winston Lakin ons bij elkaar gebracht. Ik zie die avond nog daar aan de... ik wil wel de naam van die straat. Dat is een zijstraat van de Rode Kluislaan waar hij dus verbleef. En daar hebben we dus vredespijp geroken. Dus Winston was inderdaad een bindmiddel en inderdaad een belangrijke factor binnen de organisatie. Die zich ook heeft gericht om de jongeren eigenlijk te inspireren en de jongeren te motiveren en ze eigenlijk uit te leggen de gedachten achter NDP zijn. Hij heeft dus een hele belangrijke bijdrage geleverd als je kijkt naar de jongeren die we nu binnen de partij hebben. Is de bijdrage die hij heeft geleverd eigenlijk voor ons het waarde. Ik heb je niet zo goed verstaan, maar ik kan wel aanvoelen. Hij heeft eigenlijk, want we zijn in een natuurproces en je zal op een gegeven moment, je hebt geen andere keus, je moet overdragen. En hij heeft eigenlijk de basis van de partij, het denken van het ontstaan van de partij, die visie van de partij, op verschillende momenten en verschillende fora uitgelegd aan zij die eigenlijk de zaak zouden moeten overnemen en eigenlijk dat traject ergens zouden moeten vervolgen. Je hebt het woord overdragen gebruikt. In onze cultuur wachten we bijna dat mensen doodgaan en dan gaan we kijken wie gaat overnemen. Dat kwam bij hem niet voor. We hebben nog genoeg iets wat ouderen die in de leiding van die partij zitten. En er zijn nu reeds jongeren die zouden kunnen overnemen. Omdat hij daar in zijn kind. Omdat hij eigenlijk onder andere ook, samen met anderen natuurlijk ook, die bijdrage geleverd heeft. Als NDP, we hebben het nu over Winston Lakin, de NDP'er. Nogmaals? De Winston Lakin, de NDP'er. Waar gaat de NDP het meest op het hart voelen dat hij niet meer in ons midden is? Daar verwijs ik weer naar het begin. Vooral naarmate we de verkiezingen naderen, krijg je van die ideeënbotsingen. En dan ga je dus momenten hebben dat mensen met elkaar, begrijp je? En dan zou je in wezen iemand moeten hebben die de boel tot rust kan brengen. Dat wordt Winston. Dus wat dat betreft is het een enorme aderlating. Hij heeft net aangegeven, hij was een natuurtalent. Dus het is niet dat er iemand anders is die dat kan nadoen eigenlijk. Ik kan het niet nadoen. Nee, we kunnen het niet nadoen, maar hij heeft ons genoeg voeding gegeven. Hij heeft dat zaad helpen leggen. En ik denk dat we geen andere keus hebben dan om hetgeen hij ons heeft bijgebracht, om daarmee door te gaan. Ja, dus eigenlijk zijn legacy, de waardering die we kunnen tonen naar hem toe, is eigenlijk uitdragen wat hij geleerd heeft. Zonder meer. Wat neem jij persoonlijk mee van die jarenlange... jullie zijn ook vrienden geworden, neem ik aan. Wat neem jij mee van wat je van hem hebt geleerd? Wat ik meeneem? Ja, persoonlijk wat je echt bewonderde aan Winston Lakin. Dat was 79 december. Ik moet nog leren hoor. In de rust. Want soms is er enorm veel druk welke dus op je wordt gelegd. En ik ben een fighter van huis uit. Hij natuurlijk ook. Maar hij wist te fighten op een strategischere manier. En ik denk dat als je die fight voert zoals hij dat gedaan heeft, dat je daar veel meer kan bereiken. Is er een stemmetje die je gaat, wat er een stemmetje horen van, maar hoe zou Winston het hebben gedaan? Hoe zou hij het hebben aangepakt? Als er een issue zou, mocht er een issue zijn in de toekomst, dat stemmetje gaat zeggen van, hoe zou Winston het hebben aangepakt? Natuurlijk zullen we zoveel als mogelijk proberen. En ik in het bijzonder ook, om ook in die communicatie zien, die skills van Winston waar nodig te implementeren. Ik zeg binnen die communicatie zien, omdat Winston belast was met de coördinatie op een gegeven moment van die overheidsvoorlichting tot aan de launch van het NIE.
Zelfs daarna hebben we een heel goede samenwerking gehad, goede verstandhouding. Vaak genoeg zaten we in het overleg, want er is een mediaploeg die natuurlijk ook de zaken zal moeten coördineren en afstemmen. Dus inderdaad, ik zal sowieso zoveel als mogelijk het hier heeft overgedragen, dat proberen mee te nemen in de verdere gang. Ik wens je heel veel succes. Yes, we thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muito obrigado. Muito u me net verteld, vriend, familielid, zijn we zeg baas? Baas. Ja? Waar gaan we het als eerst over hebben? Misschien familie. Kijk, de minister Lakin, voormalige minister Lakin, hij staat bekend natuurlijk als Lakin. Maar zijn vader is van de Lakin familie. In Suriname zou we zeggen van een man heeft aan McDonald geslacht, want zijn moeder kan van zijn moeder. En zijn familie is McDonald's, dus we zijn familie. En? We zijn ook van Wageningen. Ik ben in Ikeri geboren, maar ik ben in Wageningen opgegroeid. En mijn tante Redde, zij was iemand die in feite zat een crash toen de tijd. Hij had niet veel crashes. Dus ik heb het vermoeden, ik weet het niet zeker, want ik ben een paar jaren jonger. Maar ik heb het vermoeden dat hij waarschijnlijk ook bij tante Redde is bij de crash is geweest. Ja. De meeste mensen kennen u als diplomaat. En meneer Lakin was ook een hele bekende diplomaat. Heeft hij u geïnspireerd om ook de diplomatie in te gaan? Ik was, we waren eigenlijk rond dezelfde tijd, we waren een diplomaat, want hij was, neem ik aan, hij was in België. En ik ging naar Washington DC in 1998 werd ik diplomaat in Washington DC.
toen de tijd was hij ook diplomaat. Maar ik werd ambassadeur in 2007. Hij werd minister in 2010. En vanaf 2010 hebben we echt nauw samengewerkt, omdat hij vanaf dat moment mijn baas was. Hij is 5 jaren lang is hij minister geweest. En gedurende die totale 5 jaar heb ik gewerkt onder hem en, bij de Verenigde Naties. En ik vertel graag wat hij allemaal gedaan heeft. Niet alleen maar voor de mensen die op de missie werkten, maar ook voor Suriname, voor iedereen. Kijk, een goed voorbeeld is om, ik werd, nadat hij is heen gegaan, was ik absoluut de hele dag, ik hoorde tegen 2 uur in de middag, ik was bezig te werken. Ik kwam op kantoor en een collega van me ziet me in de gang en ze zegt me wat er aan de hand is, wat er gebeurd is. En ik ging naar een vergadering. Ik ben toen teruggegaan naar mijn kamer. Ik heb mijn collega gebeld en gezegd van hé, ik heb erg slecht nieuws gehad. Ik moet me verontschuldigen, ik ga die vergadering niet meer kunnen bijwonen. Ik ben gaan zitten, een beetje gehuild natuurlijk. Nagedacht. En na 1 uur voel ik me weer een beetje sterker. Heb ik mijn collega weer gebeld en gezegd van laten we die vergadering toch hebben. Maar om aan te geven wat voor mens hij was. Ik werd de volgende dag, ik heb de hele middag ben ik in mijn kamer gebleven en begon ik te posten. Ik ben gaan zoeken naar oude foto's. En ik heb zeker 30 foto's gevonden. Niet die ik had, maar foto's die mensen gemaakt hebben. En ik vond het interessant, want ik keek naar die foto's. En op 54% van die foto's liep ik achter hem. Maar ik leek wel op een lijfwacht. Want ik keek niet naar hem. Ik keek echt elke keer ergens anders alsof ik een lijfwacht van hem was. Ik vond het zo mooi, die foto's. Maar ik kwam terug op wat ik wilde zeggen. Mijn chauffeur in Washington, in New York. Hij zag het op de Facebookpagina. Hij heeft me toen gebeld. Om condolences toe te wensen en de familie. En ik kan me voorstellen dat de chauffeur ziet het. En hij had zelf een speciale band met de minister van Suriname. Omdat wanneer Lakin in New York was, was hij dan de chauffeur van Lakin natuurlijk ook. En ze hadden toen zelf een prachtige band gekweekt met elkaar. En het is gewoon een geweldig mens. Als ik het zo hoor, heeft ze heen gaan een behoorlijke impact op u gehad. Komt dat misschien door de type leider dat meneer Lakin was? Ja, zeker vanwege het feit dat hij een mens is. En daarna is hij je chef, daarna is hij je baas, daarna is hij je minister. Maar niet dat alleen. Een van de belangrijkste dingen van hem was dat hij in staat was om het beste uit ons allemaal te halen. En ik heb het gezien. In New York bijvoorbeeld waren we in het begin met 4 diplomaten, daarna met 3. En alle 3 diplomaten hebben, als je het hun nu vraagt, het beste van hun diplomatieke carrière, het hoogste van hun diplomatieke carrière, hebben ze gehaald. Ik ben bijvoorbeeld de voorzitter geweest van de 3e commissie. Er is nog nooit een Surinaamse permanent vertegenwoordiger geweest die voorzitter is geweest van 1 van de commissies bij de VN. Er zijn 6 commissies. De 3e commissie is de commissie die gaat over mensenrechten en humanitaire rechten. Ik was voorzitter. De andere diplomaat was meneer Raymond Langveld. Hij was econoom en hij heeft geaccelereerd bij de VN in zaken climate change, bossen, financing for development. En hier praat nu over de Sustainable Development Goals. Suriname was sterk daar. De andere diplomaat was mevrouw Mirjam McIntosh. Ze is de huidige directeur. Zij was de hoofdonderhandelaar in zaken staatshoofdenconferentie over niet-overdraagbare aandoeningen. Een mooi ding van deze conferentie is dat het ook dankzij de minister heeft Suriname, het Surinaam staatshoofd, president Bouterse, heeft ook als eerste Surinaamse staatshoofd een staatshoofdenconferentie geopend bij de VN. En mensen kennen me als iemand die heel veel
passie heeft voor vrouwenrechten, hier voor Chi. Daar was hij ook achter me aan. Ik weet dat hij me zwaar gestimuleerd heeft voor een conferentie die Suriname heeft georganiseerd samen met IJsland. We noemden het, of het heet de Barbershop Conferentie, waarbij we mannen hebben uitgenodigd bij de VN om te praten over het probleem van geweld tegen vrouwen. U weet zelf dat geweld tegen vrouwen het grootste mensenrechtenprobleem is in de wereld. Lakin, de minister, kon er niet bij zijn, maar heeft ervoor gezorgd dat een collega, een Surinaamse collega, hem vervangen heeft in New York en heeft een videoboodschap gestuurd. En tijdens die conferentie heeft hij me 2 keer gebeld om te vragen hoe het ging, wat waren de resultaten. Dus ik kan zo de hele avond praten over dingen die hij heeft gedaan voor Suriname en de manier hoe hij ons, in feite, he let us look good en he let Suriname look good. Andere zaken, voor het eerst is een president van de Algemene Vergadering. Je hebt 70 presidenten van de Algemene Vergadering gehad. De VN bestaat nu 71 jaar. Okay? En nog nooit was een president van de Algemene Vergadering naar Suriname geweest. Onder zijn bewind is zijn excellentie Fouquier Rimik. Hij is van een land in het Midden-Oosten. In Oost-Europa. Ik denk Servië. Ja, is van Servië. Hij is naar Suriname gekomen. Op een speciale bezoek als president van de Algemene Vergadering heeft hij Suriname bezocht. Iemand anders die ook hier geweest is, was de secretaris-generaal van de OIC, organisatie van Organization of Islamic Conference. De secretaris-generaal is hier geweest. Die heeft zelf de hoogste onderscheiding van Suriname gehad. Dus ja, het was. We zijn allemaal dankbaar. Zeker de diplomaten. En iedereen op de missie in New York heeft me gebeld om te condoleren of heeft een bericht gestuurd. En heeft gezegd van Henry, als je ergens iets mocht zeggen, doe het namens ons allemaal. En dan heb ik het van de chauffeurs, de drivers, de schoonmaakster, de ambassadeur, de diplomaat, de secretariaat, iedereen. Henry, ik heb een foto gezien op social media. Waar hij met Obama staat. En we weten allemaal van Obama is een zeer charismatische leider. Als ik het zo hoor vanavond, lijkt Winston Lakin een inspirerende leider te zijn. Wat voor leider was hij precies? Hij was een leider die, ten eerste, hij hield verschrikkelijk veel van Suriname. Suriname was voor hem number one. Maar hij was een hele intelligente man. Want ik denk dat hij, net zoals ik, is waarschijnlijk een McDonald's probleem. We hebben problemen met onze ogen. En ik weet dat hij brilde. Maar hij had de ability, het talent om eigenlijk zijn speeches te onthouden. Omdat hij niet zo goed zag, was hij echt iemand die als hij een speech moet doen, was het gewoon in zijn hoofd. Hij ging rustig zitten. Hij las dat ding. En als hij kwam, was het gewoon als een waterval kwam het naar buiten. Ten aanzien van die foto met Obama, het was in New York natuurlijk. En we liepen naar die receptie. Bij de opening van de Algemene Vergadering is er altijd wel een receptie. Wordt gehost door de Amerikanen, door het Amerikaanse staatshoofd. En we gingen er naartoe. En zijn vrouw was niet meegekomen. Dus ik loop met hem en vanwege security kan je niet rijden. Je was toch zijn security guard? Ja, ik was ook zijn security guard. Dus we lopen er naartoe. En we geven het door en ik zeg van minister, aangezien u alleen bent, zou het goed zijn, dan ik ga sluipen, kan hij inzien. En dan gaan we die foto samen maken. Waarom nou? Maar Henry, als jij en ik samen een foto gaan maken, dat wordt een schandaal. De hele gay community gaat excited zijn. Dus dat is van alles een grap. Hij weet van alles een grap te maken, echt wel. Dat is echt één ding die echt, hij was niet boring, maar het belangrijkste was dat hij respect had voor iedereen. Echt heel veel respect voor iedereen. En nogmaals, hij was in staat om, ik zal niet zeggen het onderste uit de kant te halen, maar hij was in staat om de diplomaten, iedereen,
tot de best van hun ability te krijgen. Hij was absoluut de persoon die je zou zeggen van Henry, je kan het, doe het. Want het is goed voor jou, het is goed voor Suriname, het is goed voor het ministerie. Een motivational leader. Ja, definitely. Ja, for sure. Oké, dankjewel. Als jij mogen nemen van onze lieve broer. En dat was niet erg gemakkelijk. Maar je merkt dat wanneer je het eenmaal gedaan hebt, dat je dan weer echt wel kracht krijgt en moed om dit vanavond nog te kunnen doen voor Jonne. Ik ben blij dat we dus vandaag met hem bezig waren. De hele familie was aanwezig. Nogmaals dank aan mijn hele familie, moeders, vaderskant, die ons hebben ondersteund vandaag. Want we waren vandaag helemaal niet die flinke lakin kinderen die praten. Vandaag hadden we heel veel tranen. En ik denk dat dat gewoon mocht, dat we onze emoties hebben mogen tonen vandaag. Morgen is het zover dat we Jonne gaan brengen waar hij naartoe wilde gaan. Waar wij eigenlijk niet echt gewild hadden dat het zo snel moest gebeuren. Maar het was niet ons wil, zegt men. Dus het zal morgen misschien weer een beetje een moeilijke dag voor ons worden. En vandaar dat we het vandaag toch wel op deze manier willen doen. Ik hoop ook wel dat we u morgen zien om Jonne de laatste eer te bewijzen. Ik denk dat morgen voor hem ook een hele mooie dag gaat worden. En dat we dat allemaal goed kunnen afsluiten en verder kunnen gaan met ons leven, elk van ons. En Jonne, goed en mooi blijven herinneren. Dat zal nooit overgaan, dat zal nooit voorbij gaan. Hoe je die bent weer? Bent? Neem jullie over, ik vergeet jullie naam. Naarmate nemen jullie weer over. Ja, goed. Dus ik kom niet nog een keer praten. Ik bedank jullie al allemaal dat jullie hier waren en het geweldig vonden dat jullie met ons zijn. En ik hoop dat er nog wat mensen nablijven om lekker met ons te kletsen nog een beetje. Naarmate, jullie hebben geen microfoon nodig, no? Mag ik het ergens zetten? Maar jullie hebben echt iets met roepnamen. Ja. Hoe komt dat? Ik weet dat Toetje in ieder geval komt van mijn vader. Ik heb begrepen dat de baby geboren werd en dat hij me zo mooi vond. En dat hij zei van, oh mijn god, dit is echt mijn Toetje. En ik werd Toetje genoemd. En bij meneer Lakin begrepen? Jonne was we hadden een Japanse buurvrouw. En zij hoorde mijn ouders zeggen van, jongen, kom hier, jongen, weet je. En zij dachten van, oh, dit is de naam van die jongen. Dus dan zeiden ze van, Jonne. Dus zij verstond Jonne. Jonne komt, nou, Jonne. Dus het is een naam die hij eigenlijk al vanaf kind heeft? Heel klein.
Het is een hele mooie avond geworden. We gaan het zo afsluiten. De familie heeft het graag zo gewild, maar eigenlijk heeft Jonne het zelf zo gewild. Onszelf kennende. Mijn familie, en dan praat ik over de kinderen van mijn moeder en mijn vader. Ik denk dat we dat allemaal zo gewild zouden hebben. Omdat we niet zijn van het traditionele. Zo vinden we het ook prettig. Dan heb je ook heel veel respect voor de persoon, met heel veel eerbied. En je denkt op een positieve manier. En ook met verdriet in je hart. We hebben heel veel verdriet. Vreselijk veel verdriet, je zou het niet denken. Ja, dus ik kan alleen maar aandenken van we moeten gewoon verder straks zonder de broer die we al 64 jaar in ons midden hebben. Dat is zwaar. Ja. Maar, en toch hebben jullie geprobeerd en eigenlijk ervoor gekozen om die liefde die hij had voor muziek te delen met die mensen die hij lief heeft gehad. Ja. Muziek is, hebben we eigenlijk met een pak leven meegekregen in ons huis. Het huis van mijn moeder was een, hoe noem je het, open huis, open deur. Iedereen mocht komen en iedereen mocht een ding komen doen. Iedereen mocht muziek komen afdraaien. We hadden altijd een draaitafel, we hadden alle soorten van muziek. Mijn moeder begon al op de zondag om 6 uur 's morgens al met haar, Jim Reeves en dergelijke. En dan namen mijn andere broers over, Curtis Mayfield, die houdt van funk, die houdt van underground. Dan nam mijn zus over, zij is country en western. En dat ging gewoon door tot bijna 8 uur 's avonds op de zondag. Dus het is gewoon een deel, een onderdeel van ons leven. En Jonne is er echt dieper in gegaan. En ik weet dat hij dit vandaag super zou vinden. En eigenlijk op internationaal niveau bezig geweest met muziek. Nee. Meneer Lakin kennen we al. Hij is eigenlijk een publieke figuur. Eigenlijk is hij een beetje van iedereen. Ik denk dat er iemand is die kan zeggen, ik hou niet van Winston Lakin. Of ik. Dat is een heleboel van ons kennen hem. Kennen hem natuurlijk vanwege de politiek, kennen we hem allemaal. Dus jullie hebben hem eigenlijk heel lang moeten delen met heel Suriname praktisch. Vooral zijn periode als minister. We hadden echt zoiets van, wat? We zijn onze broer kwijt. Die aandacht die hij voor ons had, die tijd. Er was nog zo'n klein beetje ervan over. Ik dacht van mij, van wanneer zijn die 5 jaren voorbij? Zodat we gewoon Jonne weer in ons midden kunnen hebben. Onze zondagse samenkomsten, bijeenkomsten, bij elkaar zijn. Lekker lachen, drinken en... Ja, we hebben hem met heel veel mensen moeten delen. Ja, we hebben hem gedeeld met Suriname, omdat hij van Suriname hield. Heel veel van Suriname hield. Ja. Nou, iedereen heeft geluisterd vanavond. Is er zoveel, hij is zo veelzijdig geweest eigenlijk. En ja, ik denk dat we misschien nog de hele avond door zouden kunnen praten over dingen die we niet weten. En dan komt er elke keer weer een stukje iets nieuws bij. Maar als zus... wat zouden we echt moeten meenemen van Winston Lakin, van Jonne? Ik denk het luisteren. Jonne kon heel goed naar je luisteren. Jonne was goed in geen partij trekken. Luisteren. En Jonne kon heel goed combineren. Mensen weer bij elkaar brengen. Situaties weer bij elkaar brengen. Luisteren naar jou, luisteren naar wie. En hij bezat de kennis om echt situaties of mensen terug te brengen bij elkaar. Dat heb ik echt in mijn broer bewonderd. En wat ga je het meest missen persoonlijk? Ik ga zijn kusjes missen. Jonne was een broer die je bijna iedere maandag belde. En zijn kusjes, hij heeft altijd kusjes gegeven aan me. Vanaf ik klein was. Hij heeft me altijd kusjes gegeven. Toen ik ouder werd, was het elke keer weer als hij me zag, een kus op mijn voorhoofd. Hij heeft als broer heeft hij ook altijd mijn haren voor me gekamd. Ik had hele lange vlechten, dikke vlechten. En hij kamde mijn haren. Ik was een soort van hangzusje. En dat mocht ik altijd bij hem blijven doen. Ik heb leuke tijden, mooie tijden, geweldige tijden met mijn lieve broer
periode meegemaakt. Ik ga hem ontzettend missen. Maar waar we niet over hebben gesproken is dat Jana ook heel veel verdriet heeft gehad na het heen gaan van zijn zoon. We praten er eigenlijk liever niet over. Maar ondanks dat is hij eigenlijk een zeer fijn mens gebleven. Achteraf bekeken, denk ik dat we misschien toch wel veel meer met Jana hadden moeten praten over dat verdriet dat hij droeg. Hij heeft heel veel verdriet gehad om zijn zoon. Ja. En nu heeft hij twee schattige dochtertjes gekregen. Ja, ik denk dat het de laatste jaren van zijn leven waren. Fantastisch om het zo te zeggen. Als vader, ik zou zo'n vader willen hebben gehad. Ik denk dat iedereen zo'n vader zou willen hebben gehad. Maar wat zouden we mee moeten nemen als samenleving van de persoon die Winston Lakin is geweest? Ja, even terug te komen op dat van zijn twee kinderen. Jonne heeft twee vrolijke meisjes. God heeft hem twee vrolijke meisjes gegeven. En het lijkt misschien kort, maar we moeten niet kijken naar de kwantiteit, maar naar de kwaliteit die hij in die 6 jaren gestopt heeft in zijn kinderen. Hij heeft zulke mooie momenten, hij heeft zoveel gegeven aan zijn kinderen. Ik denk dat hij ook rekening mee hield van zijn leeftijd, dus ik moet er echt voor ze zijn. Ik zag nog dat kleine meisje gisteren, deze de zwemvliesjes aan, maar die vader zwom altijd met ze. Ze deed de zwemvliesjes aan en de moeder vraagt ervan, Ash, wat ga je doen? Ik draag mijn zwemvliesjes. En om wat te doen? Ik ga zwemmen toch? En die moeder vraagt van, ja, zwemmen met wie? Papa toch? Weet je, dus niet eens weer de vader er niet is om te zien dat papa er wel voor hem was. Ja, dat. Geweldig. En de samenleving, ik hoop dat ze hem mogen blijven herinneren als een super prettig mens. Ik hoop dat die herinnering blijft. Dankjewel. En heel veel sterkte voor morgen. Ja. Hele zware dag voor de familie en voor heel veel vrienden. Want als ik een aantal mensen vandaag geïnterviewd. Natuurlijk kan niet iedereen voor de microfoon staan om iets te zeggen over Jana. Maar die liefde die hij heeft gegeven aan heel veel mensen. Die niet eens zijn familie misschien zijn geweest. Of een beetje jonge mensen, jongeren die binnen de politiek zijn gegaan. Studenten, waarbij de minister hier gehad van sport. De minister zegt, ik kon hem anytime eigenlijk bellen en hem vragen. Ja. Weet je, als ik met een vraag zat. En alles over de telefoon. Maar ik kreeg antwoord. Dus hij was er eigenlijk voor iedereen die hem nodig had. Ja. Mooi toch? Mooi om dat te horen. Ik dank daarom ook iedereen die heeft mogen genieten van hetgeen Jonne, wat ze met Jonne hebben mogen delen. Ik denk dat hij ook geleerd heeft van heel veel mensen. Dus het was wederzijds. Ik wil echt iedereen bedanken die mijn broer als een respectvolle persoon, omgaan is een broer als een respectvolle persoon. En ik weet zeker dat hij ook respect teruggekregen, dat men ook respect teruggekregen heeft van hem. Dankjewel. Heel veel sterkte en namens de kijkers van Duim Wandeling. Dankjewel Duim. En jullie zijn geweldig. En jullie werken heel erg hard. En ik vind het geweldig dat jullie de tijd hebben genomen, de moeite. We hebben gezien, het gaat om een belangrijke persoon om dit te kunnen doen. Natuurlijk ook mooi werk om te bewaren voor zijn nageslacht. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik hoop dat al lang door.
van Vincent Lakin, meer bekend als Jonno. Vanavond heeft u kennis gemaakt met Vincent Lakin, met Jonno. Hij heeft verschillende roepnamen gehad, maar hij was ook een zeer veelzijdige man. Hij was minister, ambassadeur, vader, vriend, muzikant, sporter. Eigenlijk weet ik niet wat hij niet was. Hij was een zeer bijzondere leider. Als u de gesprekken gevolgd heeft, ik denk als we vanavond nog 2, 3, 4, 5 uur door zouden gaan, zal u nog heel veel meer horen. Ik weet niet, het gevoel dat ik heb is dat hij een zeer veelzijdige man was. Ik weet niet hoe één persoon zo veelzijdig kan zijn, maar hij was dat wel. En ik denk dat we als samenleving een voorbeeld zouden kunnen nemen van Vincent Lakin. De bijdrage die hij heeft geleverd aan onze samenleving, aan onze jeugd. En de liefde die hij voor Suriname had en voor zijn medemens. Ik dank u voor het kijken naar deze live-uitzending.